dit is een beam en dat heeft dan een keverke, een tor, die heeft daar... Daar zie ik dan weer een tekeningje in die er daar in zijn oude beam heeft knabbelen. Liep mij maar naar je boeten, liep mij maar struinen overal en dan ontdek ik al die leuke plaatjes. Ik ben zelf net creatief bezig. Ik zeg en het is van mij maken. Dus, en die in de foto is mooier dan de oren. Of die in de foto lukt beter dan de oren. Maar mijn kunst mislukt net, want ik maak het zelf eigenlijk net. Waarom doe je dit werk zo graag? Omdat ik jou mijn verhaal mag vertellen. Van verleden ook eruit te schilderen. En eruit te schilderen waar ik me bij bezig hou. Zodat ik misschien een boodschap eruit schilder. Om mij te verbeelden. Want 1, 2, 3 niet zo'n prater, maar verbeelden. En ik hou enorm van kleuren natuurlijk. En ik was vroeger huisschilder. En ik schilder nou weer, maar ik mag het nou zo mooi maken als ik zelf wil. Die vlinderen die is gemaakt in het activiteitencentrum in Leeuwarden. Ik moest een schilderij maken voor een wijkgebouw in Leeuwarden. Maar deze werd mij te mooi. Hier verderop in de strit is het Grafisch Museum. En daar wie een cursus en dat je de werkmantechniek. En ik wie krek aan te wijen en ik denk, nou, eens even zien wat ze daar al hier doggen. En nou, toen heb ik me opgejongen voor die cursus. En daar ben ik nou eigenlijk al te zien hier met dwaande. En is er dan een keuze waar ik best dus heel erg trots op is? En nou ja, dat hing het hier achter me. Dat is mijn dope schilderij, om het samen te zeggen. En naast nog dreamen van de toekomst? Nou, meer exposeren. En meer aan het werk. En nou ja, dat mensen de dingen die ik maak, dat ze dat aanspreekt. En ja, dat ze benijd ben ik naar het verhaal erachter. Leren wat het is en dat de aanschouwers zijn kennen. Hey, hier heb ik iets, vind ik weer waarom. En dat is voor mij een voldoening. En dat is ja, dat plaatje waar ik altijd continu maar mee bezig ben. En waar komt die creativiteit dan door? Ja, ik, nou, ik denk dat van mijn memboy. De mem wie ik altijd bezig met dingen. Zij had vroeger een heel soort kleeddrachtpoppen maken. En ze had ik over heel Nederland prijzen gevonden. En ik maak de tentoonstelling. Ze had zelfs ik in het Zwolse Museum had haar objecten staan. Ja, muziek en kunst, ja, dat gaat dat in parallel. Ik had in het begin, ik dacht nog, ik wil troubadour worden. Ik wil eens dienend. Ik ja, ging met mijn gitaar, ging ergens in kroegen spelen en ja, een lekker idioot man. Mijn kunstwerken ja, binnen over het algemeen zit er altijd wel een beetje iets melancholisch in. Het is net heel happy. Dus het, is, het komt net omdat ik zelf net happy ben, want ik ben wel heel happy. Maar ik, ja, ik schilder je vaak toch wel heel volle gevoelens van mensen, karakters van mensen. Wat ik nou dus maak is een serie over Ophelia uit Hamlet. En nou, ik, ja, zei wie ik wel een, hey, in het verhaal van Hamlet, ik wil een... nou, ja, die prot in de kop omgaan,
dat ze wel wat lunatic weer, dat ze een beetje trot draait. En ja, dat ze op een gegeven moment zichzelf van het leven berooft. En ja, dat had me altijd wel, dat die schilderijen die terug oren kunstenaars maken binnen, had me wel intrigeerd om je mij om de slag te gaan. Het oude wufke, wat ik mij nam haar en haar muziek, dat is toch wel een van mijn beste portretten dat ik maak haar. Ik heb eigenlijk altijd, ja, met mijn gezin natuurlijk, altijd gewerkt en dan tussendoor geschilderd en getekend. Maar ik heb nooit echt de tijd kunnen vinden om echt daar fulltime mee bezig te zijn. Een droom is dat ik werkelijk zou kunnen schilderen als werk, dat ik daar mijn geld mee zou kunnen verdienen. Dus helemaal in deze tijd is het natuurlijk ontzettend moeilijk om van je kunst te kunnen leven. Als dat zou kunnen, zou ik het doen. Maar helaas is dat niet zo. Wat is jouw stijl wat betreft kunstwerken? Ja, ik weet niet. Uiteindelijk weet je dat pas, denk ik, als je heel lang bezig bent. Maar ik kom wel steeds meer dat ik wel meest toch in 3D werk. En ja, toch heel veel met stof, hè? Met leer. Dit zijn fasen, daar ben ik nu mee bezig. Een nieuw project, daar ben ik eigenlijk al 2 jaar mee bezig. Omdat ik natuurlijk heel veel afval heb van leer. Ik denk, kan ik daar iets mee? En op een gegeven moment heb ik zoveel. Ik denk, nou, probeer eens wat. Dat heb ik voor de uitzending van Muus heb ik natuurlijk het hart ingeleverd. Heel groot hart van leer. Dat gaat met epoxy. Toen dacht ik, moet ik eens proberen om een ander materiaal erbij te doen, zodat leer hard wordt. Dan kun je er van alles van maken. Dat is eigenlijk het idee. En daarmee ontstond dan het idee van fasen. Er is een heel groot kunstwerk en daar ben ik eigenlijk heel erg onbevangen aan begonnen. Ik wist alleen dat ik hem zo groot wilde. Dus ik heb een doek gekocht en beseffend dat de trap niet af zou kunnen wanneer die ingelijst zou zijn. Maar ook omdat ik nog wel eens keihard werk met borstels en met zo. Dus dan kan je het op een spierraam eigenlijk niet hebben, want dan ga je het deuken en dan zie je die randen van dat spierraam heel erg. Dus dat was gewoon een heel groot linnen doek. Ik had de 2 bureaus in dwars gezet met daar midden in een stellage, waar het dus als het ware overheen gelegd werd, zodat ik het dus zelf op een plank kon leunen en dat hele doek zo kon bewerken, van 2 kanten af. Alle verf die ik over heb, die smeer ik op een plank. En als dat goed droog is, dan gaat de schuurmachine erop. En wat dan overblijft, dat moet maar iets worden. Dus die inspiratiebron, die is chaos. Wils de schilders, beeldhouwers en fotografers die in te wachten, is één deelnemer al aan het werk. Hij had extra tijd en help gekregen om zijn werk op te zetten. En die had er hut nodig. Sjoerd Jan is kok. De oren binnen samen kleert. O jee, één foutje weg. Maar Sjoerd Jan zit aardig in de stress. En voor zelfs loopt zijn werk de aandacht. Voor mij is het etensieren ik altijd een keust. Ja. Vind ik fantastisch. Maar ja, ik hoest het visje, de esthetiek van het delzet. Ja. Mooi visje, helemaal baakt, met een mooi glaske wien erbij. Sa-60 del, dat vind ik wel esthetiek. Ja. Dus ik vind het wel heel leuk dat dit erbij is. Maar ik vind het wel heel erg verrassend. Ja, ik ook. En wat ik er helemaal mooi aan vind, is dat hij niet geprobeerd heeft om op de restaurantmanier, zeg maar, het te laten zien. Nee, dus het gaat nog een slag verder. Precies, ja.